Zouten, de laatste categorie waarvan we de zuurtegraad berekenen. Hoe herken je zouten? Zouten moeten beginnen met een metaal of ammonium en eindigen op een zuurrest. In water zijn ze ionverbindingen en gaan dus altijd mooi dissociëren, dat betekent splitsen. Dissociëren, dat gebeurt altijd aan 100%, dus volledig splitsen in ionen. En hoe we de pH berekenen, dat zien we zelfs. Zouten kunnen we onderverdelen in vier categorieën. Ik heb ze genoemd naar types. Zouten van het type natriumchloride, ammoniumchloride, natriumfluoride en ammoniumfluoride. En als we starten met de eerste van deze zouten, natriumchloride, dan weten we dat dat een zout is, want het begint met een metaal en eindigt op een zuurrest. Ze doen aan dissociatie, alle zouten doen dat, dus ook natriumchloride. En als natriumchloride dissocieert, dan is dat een natrium positief ion en chloride een negatief ion. Nu, zouten dissociëren altijd. En die twee brokstukken die we daarna maken, daarvan gaan we in de lijst opzoeken of die nog actief zijn. En voor natrium kunnen we zeggen, natrium is een uiterst zwak zuur en speelt dus geen rol, zal geen functie uitoefenen als protondonor. En chloride is een uiterst zwakke base en is dus ook niet actief. Natrium maakt het water niet zuurder, chloride maakt het water niet basischer. Er is dus geen verdere reactie mogelijk. En de pH is dus deze van water, het oplosmiddel van waarin ze zwemmen. De pH is dus 7. Dat is 1, zouten van het type natriumchloride. Splitsen in twee onderdelen en geen van deze beide is nog actief. Dus is het logisch dat we voor de tweede categorie zouten, zoals ammoniumchloride, ammonium en een zuurrest, ook aan dissociatie doen. We maken daarbij ook twee brokstukken, ammonium het zure stuk en chloride het basische stuk. Het basische stuk speelt niet mee, maar het zure stuk speelt deze keer wel mee. Ammonium is namelijk een zwak zuur en is nog in staat om protonen af te geven, weliswaar niet volledig, maar gedeeltelijk. En als ammonium dat kan doen, dan kan dat alleen maar gebeuren met iemand die dat proton wil opnemen en dat moet dan water, ons oplosmiddel, zijn. Ammonium geeft een proton aan water, gedeeltelijk, evenwichtsreactie. En we maken dus ammoniak en hydroniums. We maken hydroniums, het is dus een zure oplossing, maar we gaan ze niet aan 100% maken, gedeeltelijk maar. Ammonium is dus een zwak zuur, zoals we de zwakke zuren al bestudeerd hebben. We zetten dus alle verdere stappen zoals bij de zwakke zuren. Alleen was ammonium oorspronkelijk gelinkt aan het niet meespelende chloride. Dus eigenlijk is dit geen nieuwe categorie. Dat is dezelfde categorie als de zwakke zuren apart. Zo hebben we nog een derde categorie. Natriumfluoride. Natrium, metaal, fluoride, zuurrest. Dissocieert mooi in natrium en fluoride. Deze keer is het zure stuk niet actief, want uiterst zwak speelt niet mee, maar fluoride, de base, is wel actief. En dus ook fluoride zou nog een tweede reactie willen uitvoeren. Zou heel graag nog protonen opnemen, maar als zwakke base doet hij dat maar gedeeltelijk. Natrium wil niets afstaan, dus fluoride moet zijn proton krijgen van water. Water staat een proton af aan fluoride, we maken OH-ionen, hydroxide en waterstoffluoride. We doen dat niet aan 100%, maar gedeeltelijk. Het is ook maar een zwakke base. Dus we zitten eigenlijk in de categorie voor de zwakke bazen, zoals we die al gehad hebben. Zwakke bazen, oorspronkelijk vermomd als zout, maar metaal speelt niet mee. Dus ook dit is geen nieuwe categorie, is een categorie die we al gehad hebben. Er kan dus maar één categorie meer overblijven, en dat is zouten van het type ammoniumfluoride,
ammonium met een zuurrest. Zouten doen aan dissociatie, dus ook deze. En splitsen in ammonium en fluoride. En deze keer schrappen we geen enkele van de twee. Zowel ammonium als fluoride wel nog actief zijn. Als ammonium dat doet, dan wil hij heel graag nog een proton afstaan, gedeeltelijk. Fluoride wil heel graag nog opnemen, gedeeltelijk. En je kunt dus een aantal verdere reacties waarnemen. Ammonium kan reageren met fluoride zelf, dan staat ammonium af aan fluoride. Hij kan ook aan water afstaan en fluoride kan van water opnemen. Er zijn dus drie mogelijke reacties die verder spelen. Ik verwacht niet dat je altijd die drie reacties alle drie opschrijft. Als je voor mij de eerste opschrijft, volstaat dat voor mij. Maar die twee andere zijn er zeker ook en niet minder belangrijk. We maken dus hydronium-ionen, we maken hydroxide-ionen en we maken ook ammoniak en waterstoffluoride. Dus als we de pH van zoiets willen berekenen, moeten we proberen om daar de waarde voor de hydroniums uit te halen. Daar hebben we nog niks voor, dat wordt dus iets nieuws. Alles zal er een beetje van afhangen van hoe sterk dat zuur is, hoe graag maakt dat zuur hydronium-ionen, en dat wordt bepaald door de zuurconstante van dat zuur. En dat hangt er ook vanaf van hoe sterk de base is, dus hoe graag neemt fluoride die protonen op. En dat is de baseconstant die dat bepaalt. KZ, hoe goed reageert dat zuur met water? Dit is de vergelijking voor KZ, die kennen we eigenlijk al. En voor KB, voor een base, is dat net hetzelfde. Ammonium maakt dus H3O+, fluoride maakt OH-. Wie wint, die zal bepalen wat de eindelijke pH-waarde wordt. En daarvoor moeten we die twee tegenover elkaar afwegen. Afwegen betekent, we delen KZ door KB. Alles wat bij de zuurconstante staat, dat vinden we in het begin van de breuk terug. Alles wat bij de baseconstante staat, vinden we onderaan en op het einde van de breuk terug. KZ, dat is niet zo moeilijk om dat te vinden, dat halen we uit de tabel. KB halen we ook uit de tabel. Wij willen vooral weten hoeveel hydroniums zijn er. En daarvoor moeten we proberen in te schatten hoeveel ammoniak, hoeveel ammonium, hoeveel fluoride, hoeveel waterstoffluoride, hoeveel OH- zit daar nu in dat milieu. En dat is een onmogelijke opdracht. Het zou veel eenvoudiger zijn moesten we aan die breuk een aantal termen mogen weglaten. En dat is ook zo, we mogen dat doen. En waarom is dat zo? Als je nu start met 1000 moleculetjes zout, dan splitst dat in 1000 ammoniums en 1000 fluorides. Maar omdat de verdere reactie allemaal coëfficiënt 1 heeft, zullen er evenveel ammoniums als fluorides verdwijnen, in mijn voorbeeldje 600. Er blijven dus altijd evenveel ammoniums als fluorides over, ongeveer evenveel. En er worden ook evenveel ammoniak- en waterstoffluoride gevormd, ook ongeveer evenveel. Dat betekent dus dat we in die breuk van daarnet ammonium en fluoride even talrijk mogen inschatten. Of ammonium en fluoride in teller en noemer mogen we vereenvoudigen. En dat is ook zo voor ammoniak- en waterstoffluoride. En dan is die breuk al een heel pak minder complex geworden. Wat overblijft is dit. De zuurconstante van ons zuur uit de tabel, de baseconstante voor de base uit de tabel, H3O+ willen we berekenen, OH- dat staat eigenlijk nog een beetje in de weg. We zouden dat er heel graag uitkrijgen. En als we dat er willen uithalen, dan kunnen we dat door teller en noemer met dezelfde factor te vermenigvuldigen, H3O+. Op die manier verschijnt onderaan een oude bekende, namelijk de waterconstante. En dus die waterconstante met een vaste waarde, 10 tot de min 14e, dat is een gekend getal. De enige onbekende die er nog in staat is hydronium, weliswaar tot de tweede macht. Maar vierkantswortels trekken, dat lukt ons ook wel. Als we willen weten
hoeveel hydroniums er nu in deze zoutoplossing rondzwemmen. Dan hebben we de KZ nodig van het zure stuk, de KB van het basisstuk. 10 tot en min 14 brengen we naar links over en dan hebben we de waarde voor die hydroniums gevonden. Alleen nog een vierkantswortel trekken en we zijn helemaal rond. Dus dergelijk type zout, waar zowel het zuur als de bazen actief zijn, lossen we op door deze berekening te maken. Een inschatting voor de hydroniums die er rondzwemmen. 10 tot en min 7e, KZ, hoe sterk is het zuur, KB, hoe sterk is de bazen. Daarmee hebben we alle zouten gehad en bied ik nog een keer een overzichtje over welke stappen moet je nu zetten voor welke soort stof. Misschien eerst iets over dissociatie. Als stoffen dissociëren, dan dissociëren ze altijd aan 100%. Dissociëren is dus altijd met een enkele pijl. Voor ionisaties, als dat over sterke stoffen gaat, sterke stoffen reageren ook altijd aan 100%. Dus geen dubbele pijl, een enkele. En dat betekent, als je met een enkele pijl werkt, dat de reacties aan 100% verlopen en dat je dus nooit een formule nodig hebt om zaken uit te rekenen. Formules zijn er alleen maar als het over zwakke stoffen gaat. Zwakke stoffen die via een dubbele pijl reageren, een evenwichtsreactie. En die formule die bevat altijd ofwel KZ, ofwel KB, ofwel de beide. Gaat het enkel om een zwak zuur dat actief is, dan hebben we enkel een formule met KZ in. Is er alleen maar een zwakke base actief, dan heb je alleen maar KB te gebruiken. En het laatste gevalletje, als het zout zowel een zwak zuur als een zwakke base bevat, dan heb je een KZ en een KB nodig in de formule met de vierkantswortel. Tot zover het overzichtje en daarmee hebben we alle stoffen en alle stofklassen qua pH-berekening gehad.